krijgsraad weer bijeen. STS neemt studenten mee op educatieve tochten. En Chikungunya in Caribisch gebied noopt WHO tot stappen. Goedenavond, dames en heren, het journaal op maandag 7 april. Het verzoek van de nabestaanden om zich te mogen mengen in alle 8 december strafzaken is vandaag uitvoerig belicht. Na een lange periode was de krijgsraad op verzoek van de verdachte Edgar Rietveld weer bijeen te Boksel. Hier hebben de nabestaanden gebruik gemaakt, zegt de jurist Hugo Esset. Ze hebben hier dus gebruik van gemaakt. Esset zegt verder de conclusie te hebben getrokken dat het Openbaar Ministerie het inhoudelijk eens is met de nabestaanden. Dat ze erkennen dat een grote betrokkenheid van de nabestaanden bij de processen zou moeten. Alleen, zegt het OM, zij zien daarvoor in de Surinaamse wet geen juridische grondslag. Dus ze zijn het ermee eens, maar het kan niet volgens het OM omdat er een juridische grondslag ontbreekt. Daar zijn de nabestaanden het niet eens mee eens. Zij hebben hun argumenten dan ook aan de krijgsraad voorgelegd, zegt Esset. Verder hebben zij ook een uitgebreid verzoekschrift met een aanvulling aan de krijgsraad aangehouden die zich daarover zal beraden. De nabestaanden hebben ook gevraagd dat de overige zaken worden heropend. Wij hebben ook in het aanvullend verzoekschrift hebben we daar uitdrukkelijk op gewezen dat we menen dat er in op grond van het vonnis van het Hof van Justitie van 27 januari van dit jaar er alle gronden aanwezig zijn om op basis van dat vonnis de schorsing in de andere zaken ook op te heffen. En wij hopen dat dat zal gebeuren, maar we gaan daarvoor speciaal weer een nieuw verzoek richten. U weet, papier is geduldig, dus het verzoek komt heel binnenkort. Ook een hernieuwd verzoek om ook in die zaken ons te mogen mengen. Edgar Rietveld was vandaag zelf niet aanwezig op de zitting, ondanks zijn verzoek om zijn zaak te heropenen. De krijgsraad komt op 28 juli weer bijeen en zal zich dan buigen over het verzoek van de nabestaanden. Toerisme informatiedagen voor scholen. Het toerismeproject van Stichting Toerisme Suriname, STS, gaat een stapje hogerop. Het vorige traject is gestart met bezoeken afleggen aan de VOS en HBO-scholen die het vak toerisme verzorgen. Deze keer gaat STS, Stichting Toerisme Suriname, met de jongeren buiten de klaslokalen. Met de sponsoring van NV Havenbeheer zijn er 3 educatieve dagtochten met Suite Merodia georganiseerd. James Akinwaye, hoofd van de afdeling Educatie en Informatie van STS, zegt dat toerisme gepaard gaat met geschiedenis. Hiermee krijgt de toerismesector ook een boost. Dat wij studenten eigenlijk proberen te krijgen op die plek waar ze kunnen beseffen hoe belangrijk het is dat je dat stukje wat je hebt als geschiedenis en als Surinamer zijn, dat je dat daar weet van hebt. Want alleen op die manier ga je het waarderen en ga je het kunnen uitdragen. En wij hebben geconstateerd als Stichting Toerisme Suriname dat er vanuit de jongeren niet veel eigenlijk richting toerisme eigenlijk gedaan wordt. Er hebben 100 studenten van verschillende middelbare scholen meegedaan aan de educatieve tochten. Er werd uiteraard een selectie gemaakt per school. Het was belangrijk voor Akinwaye dat de studenten interesse hebben in de sector. We hebben in totaal 4 om 4, dat was 8, vandaag 2, 10 scholen, hebben we eigenlijk meegenomen op deze trip. Over de 3 dagen verspreid. Vandaag is inderdaad de laatste dag. We zijn hier met 2 groepen. Van elke school hebben we dus 10 studenten meegenomen die interesse hadden. Want het heeft ook geen zin om iets te forceren op mensen. Als je net iets leuks vindt, dan ga je mee op die trip. Zo niet, dan niet. En we moeten zeggen dat we wel tevreden zijn met de uitkomst. Op Suite Merodia kregen de studenten van MEO 1 en HAVO verhalen te horen over de slaventijd en de huizen op de verschillende plantages langs beide oevers. Een grote belevenis was de monding van zowel de Suriname als de Komen-Wijne rivier. De meeste studenten kennen de geschiedenis niet zoals het verteld werd op de boot van Sintje McCloy.
De plantages Rust en Werk en Frederiksdorp werden aangedaan. Op Frederiksdorp konden studenten enkele voorwerpen uit het museumpje herkennen en herinneren van oma's tijd. Voor anderen was het een hele belevenis. Je bent voor eerder naar plantages geweest en zo. Ik vond het heel interessant. Ook de plantage-eigenaar heeft ons ook veel verteld in de verhalen. En ook de begeleider heeft ons veel verteld. Dat is heel interessant, ja. We zijn op twee verschillende plantages gegaan en ze verschillen beide van elkaar. Ja, ik kom me wel een beetje verdiepen erin. Want ik wist nooit over zulke plantages en wat er allemaal wordt gedaan. Dus we willen verdiepen erin, ja. Vandaag was de laatste educatieve tour voor de scholen. Stichting Toerisme Suriname hoopt dat de regering beter inspeelt op de toerismesector, waar genoeg potentie ligt om de economie van het land op te krikken. Op uitnodiging van governor Gilmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname hebben delegaties van zowel de Wereldbank als de Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, ICD, ons land bezocht. Suriname heeft recentelijk de relatie met de Wereldbank opgepakt na een inactieve periode van bijkans 30 jaar. In 2012 is een interim strategienood goedgekeurd door de Wereldbank, welke dit jaar afloopt. De bedoeling is dat Suriname nu gaat voor een lending mode. Het doel van deze missie was om door middel van gesprekken met zowel publieke als private instanties een idee te krijgen van de ontwikkelingsprioriteitsgebieden waarop de Wereldbank in de naaste toekomst kan inspelen. Dit bezoek is de eerste stap in de vaststelling van een leningenenveloppe voor Suriname. De delegatie van de ICD was op verkennend bezoek en heeft in Paramaribo en Nikeri presentaties gegeven over de mogelijkheden voor Suriname bij deze instelling. In Nikeri is een bezoek gebracht aan twee bedrijven. Er is goede belangstelling in dit district voor de besproken mogelijkheden. Verschillende geestelijke leiders spreken hun trots uit naar de Rooms-Katholieken in verband met de verheffing van de Sint-Petrus- en Paulus-kathedraal tot basiliek minor. Tuurlijk feliciteren we ze, want we zitten samen met zijn CCK en om en om zijn CCK en de RK en de IBG-voorzitter. Nu net is de priester af en is de bisschop voorzitter van CCK. De term basilicum. Of basiliek, hè? Basiliek, mij laat denken aan de heilige tulsi-plant die wij als Hindoes vereren. De volgelingen kennen dat en het is een heel bijzondere plant waarvan je de bloemen en bladeren in het dagelijks leven kunt gebruiken bij de verering van Bhagwan, van God. En de Latijnse naam daarvan is basilicum. Dus ik kan daar niet anders over praten dan te zeggen dat we niet alleen nu verbonden zijn als wereld, als wereldbevolking, maar dat je nu ook in deze tijd merkt aan de ene zijde basiliek en basilicum die wij als Hindoes kennen. Dus bijzonder, nogmaals gefeliciteerd. Voor Marowijnen betekent het iets groots. Wij zien de kathedraal sowieso al als Mama Kerkie. Maar voor ons betekent het dat onze moeder grandmama is geworden. Onze moeder heeft een grote granny gekregen. Onze moeder is in ere, als het ware, gestegen. De basiliek behoort tot de grootste van hout geconstrueerde kerken van Zuid-Amerika. Hij werd tussen 1883 en 1887 gebouwd. In de kathedraal ligt de Tilburgse priester Perke Donders begraven. Het bouwwerk werd op 10 juli 1885 ingezegend. Hij was toen overigens nog lang niet af. De bouw heeft geduurd tot en met 1887. Gisteren vond de verheffing tot basiliek plaats. Over de hele wereld droegen in 2010 1588 kerken deze titel. Tot de opmerkelijkste behoort de kathedraal basiliek van Sint Petrus en Paulus, dat het grootste houten gebouw van Zuid-Amerika is. Dit gebouw moet duurzaam en eervol worden gedragen door buitenlandse gasten en meer nog door de Surinamers zelf. Een van de belangrijkste regels is de wijze waarop de bezoekers zich moeten kleden. Over het algemeen, regels die heb je binnen elke godsdienst. En ik denk dat regels goed zijn, omdat regels jou bewust maken. En het bewustzijn verheffen naar, in die spirituele wereld.
En wat bij de RK geldt, geldt ook bij ons. Als je naar de kerk gaat en je wil de Heer gaan aanbidden, de Heer wil prijzen, de Heer groot wil maken, dan zou je toch wel waardig moeten kleden. Dan kan je niet met een spaghettiband of met Bobby buiten naar de kerk gaan. Want je leidt ook de voorganger af daarmee, hè? Dus ik denk dat de regels goed zijn. Het is goed om regels te hebben. Al met al wordt steeds de nadruk gelegd op duurzaam behoud van de oudste houtenkerk in Zuid-Amerika. Het is te verwachten dat de Sint-Petrus- en Paulusbasiliek nu meer bezoekers zal interesseren, hetgeen in het voordeel ligt van Suriname. Meer gasten, meer huwelijken, meer activiteiten als een ieder zich aan de kledingsvoorschriften kan houden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO besteedt vandaag aandacht aan gezondheid en ziektes in de wereld. Naar aanleiding hiervan heeft de Universiteitsbibliotheek vandaag een expositie gehouden. Dit in het kader van World Health Day op 7 april 2014, vandaag dus. Jane Smit, directeur van de Universiteitsbibliotheek, gaat hierop in. Speciaal vandaag, omdat het World Health Day is en de Universiteitsbibliotheek een depository library is van de United Nations, wat inhoudt dat we de informatie vanuit de United Nations over de United Nations bekendmaken voor onze klanten en eigenlijk voor de Surinaamse gemeenschap. We zijn sinds 1976 UN Depository Library en wij proberen dan op deze manier te laten zien wat er is aan informatie in onze bibliotheek, maar ook vanuit de UN. Deze speciale dag staat dit jaar in het teken van de gevaren die kleine insecten kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld chikungunya, malaria, dengue, etc. In de expositie wordt het thema vector-borne diseases belicht en zullen gezondheidsvoorlichters van het Bureau voor Openbare Gezondheid het een en ander belichten. Dennis Genafat is bibliotheekassistent. Eigenlijk hebben we het in het klein gehouden, het is eigenlijk een mini-expo. En we hebben zoveel mogelijk materiaal verzameld, ook van onze bibliotheek. We hebben verzameld van het zoologische collectie van de universiteit. We hebben ook gevraagd of ze materiaal ter beschikking kunnen stellen. En het is goed. Het is uit gekomen. Ik ben tevreden. De expositie is gehouden in de cybertheek van de Universiteitsbibliotheek. Personen gerelateerd aan het onderwijs zijn vandaag getraind in het onderwerp juf zijn in een meertalige klas, een echte uitdaging. Dit is gedaan in een workshop van het Instituut voor de Opleiding van Leraren IOL. Het gaat eigenlijk om 5 workshops die gegeven moeten worden, waarvan deze over meertaligheid de tweede is. Suriname doet dit project in samenwerking met België, zegt Naomi Liu-Chun-Chiu, logopediste, tevens de opleidingscoördinator logopedie IOL. We zitten dus midden in een project, dit gefinancierd wordt door de FLAIR, een Belgische organisatie. En we zitten dus in een project met België, de Hogeschool Thomas More en de opleiding Suriname. En samen doen we dus, moeten we 5 workshops doen binnen deze 2 jaren. En dit is dus 1 van de workshops die we doen. We hebben vorig jaar al de workshop gehad dyslexie en meertaligheid. Vandaag is de workshop meertaligheid. En we doen aanstaande donderdag ook nog een workshop gehoor en de rest komt in november. De mensen die participeerden aan de workshop zijn leerkrachten van de lagere scholen, zorgcoördinatoren en remedial teachers, docenten en studenten van het IOL en andere geïnteresseerden. Vandaag zijn er ook tips gegeven om aan de slag te gaan binnen het werkveld. Liu Junxiu vond het ook belangrijk om mee te geven naar aanleiding van haar functie dat op 4 januari 2015 de dag van de logopedie in Suriname wordt geïntroduceerd. En de 70-jarige autobestuurder Henry Elcock is gisteravond omgekomen bij een verkeersongeval. De man reed over de Tawayari-polderweg in Saramaka toen zijn auto door nog onbekende redenen over de kop sloeg en in de langs de weg lopende trams belandde. Elcock is de 17e verkeersdode voor dit jaar en zijn lichaam is na afstemming met het Openbaar Ministerie aan de familie afgestaan. Dat was mijn bijdrage aan het journaal. Daarvoor de weersverwachting voor morgen, dinsdag 8 april.
Goedenavond. When others say the sky is the limit, in het kielzog van de onthulling dat er 3112 bevestigde gevallen van chikungunya in het Caribisch gebied zijn, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het Caribisch gebied aangespoord om stappen te ondernemen om de zogenaamde vector-borne diseases, door ziekteverwekkers veroorzaakte ziekte, te bestrijden. Volgens de WHO heeft meer dan de helft van de wereldbevolking de kans om ziekten op te lopen, zoals malaria, dengue, gele koorts, als ook andere ziekten overgebracht door muskieten, vliegen, teken, slakken en andere ziekteverwekkers. Volgens het WHO-rapport worden jaarlijks meer dan 1 miljard mensen besmet en meer dan 1 miljoen overlijden aan ziekten veroorzaakt door ziekteverwekkers. De WHO wijst er ook op dat deze ziektes te voorkomen zijn. In een pas uitgebracht mondiaal rapport over ziekten veroorzaakt door ziekteverwekkers is aangegeven welke stappen regeringen, maatschappelijke groepen en gezinnen kunnen nemen om zich tegen infectie te beschermen. Zaterdag heeft de directeur van de Caribbean Public Health Agency, James Hospitalis, gezegd dat, hoewel er geen meldingen zijn van chikungunya op Trinidad en Tobago, de laboratoria in het land reeds gereed zijn gemaakt voor het uitvoeren van testen en dat er belangrijke informatie wordt uitgewisseld via zijn websites. De Trinidadiaanse minister van Gezondheid, Fuad Khan, heeft gisteren aangegeven dat chikungunya zijn ministerie nu nog niet bezighoudt, maar dat het wel in de gaten wordt gehouden. Vandaag is Wereldgezondheidsdag en volgens de WHO wordt er op deze dag bijzondere aandacht geschonken aan ziekten veroorzaakt door ziekteverwekkers met de slagzin Small Bite, Big Treat. Costa Ricanen hebben hun stem uitgebracht in een ongebruikelijke tweede ronde van de presidentverkiezingen met Luis Guillermo Solis als de enige kandidaat die nog in de race is. Met de meeste stemmen geteld staat de Costa Ricaanse kandidaat voor het presidentschap, Luis Guillermo Solis, met 77,9% ruim voor op zijn rivaal van de regeringspartij, Johnny Araya. Zijn tegenstander, regeringspartijkandidaat Johnny Araya, heeft de handdoek in de ring geworpen nadat opiniepeilingen hebben aangetoond dat Solis een ruime voorsprong had.
Een solide opkomst bij de verkiezingen gisteren gaf de overwinning voor Solís meer glans, ondanks deskundigen gewaarschuwd hadden dat een lage opkomst de legitimiteit van zijn regering zou ondermijnen. Solís, een historicus en voormalig diplomaat, heeft de kiezers aangespoord hem een sterk mandaat te geven. Hij heeft beloofd om de armoede in het Midden-Amerikaanse land aan te pakken. Solís, de kandidaat van de centrum-linkse Burgeractiepartij, eindigde op minder dan 1 procentpunt voorsprong op Araya in de eerste ronde, gehouden op 2 februari. Om een tweede ronde te vermijden, moest een kandidaat 40% van de stemmen halen. Op 5 maart heeft een opiniepeiling vastgesteld dat Solís de steun van 64% van het electoraat krijgt, tegenover zijn rivaal met 21%. Onder de Costa Ricaanse grondwet is het niet mogelijk voor kandidaten om zich terug te trekken. Dus de naam van Araya zal nog wel op het stembiljet staan. De 55-jarige Solís heeft de corruptie in de regering van president Laura Chinchilla, de eerste vrouwelijke president van Costa Rica, bekritiseerd. Hij heeft beloofd om fiscale hervormingen door te voeren om de armoede in Costa Rica, een van de meest stabiele democratieën en sterkste economieën in de regio, te verminderen. En in India zijn vandaag de presidentsverkiezingen begonnen. De stemronde zal zo'n 5 weken duren, omdat er in de verschillende Indiase deelstaten op verschillende momenten gestemd wordt. Ongeveer 814,5 miljoen Indiërs hebben zich geregistreerd om te gaan stemmen. Dat zijn er nog nooit zoveel geweest in een land dat sowieso al de grootste democratie ter wereld genoemd wordt. Er zijn zo'n 100 miljoen kiezers meer geregistreerd dan bij de verkiezingen van 2009. In de deelstaten Assam en Tripura in het noordoosten konden kiezers vandaag al hun stem uitbrengen. De laatste deelstaten houden de verkiezing op 12 mei. De verkiezingsdatum wordt vastgelegd per deelstaat in India en bij sommigen is er ook nog een onderverdeling per district. Zo wordt er in de belangrijkste deelstaat Uttar Pradesh op 6 verschillende data gestemd. De resultaten worden vanaf 16 mei verwacht.